Het basisidee is van deze plantenvezels met mineralisatoren en bindmiddelen een bouwstof te maken die licht is en goed toepasbaar is en tevens ook nog CO2 opslaat. De hoofdreden eigenlijk is een licht bouwmateriaal te krijgen op grond van vrijwel altijd beschikbaar materiaal. Grindgroeven en zo die raken uitgeput. Zanddelving is ook soms een probleem. Maar planten op tertiaire gronden gekweekt is een continuële bron van bouwmateriaal. En bij de recherche van het geheel ben ik erop gestoten dat al 1923 een Nederlander mee bezig was om cellulose vezels met cement te binden. Dus eigenlijk deze techniek de eerste keer is beschreven stond. Maar door de recherche heen kon men ook zien dat de Romeinen en de Grieken en de Egyptenaren ook bezig zijn geweest met leem en stro en zo bakstenen te maken. En dus eigenlijk een voorvorm van xyritontechnologie. Wat nu erbij komt is de CO2-opslag die mogelijk is door de koolstof in de plantvezels plus de mogelijkheid van binden van het olivijn. Rond 200 kilogram CO2 per kubieke meter xyriton kan worden netto opgeslagen. We zijn op een druksterkte gekomen van 2,4 newton per vierkante millimeter. Dat is ongeveer 20 keer minder dan beton. Maar het is voldoende stevig om bijvoorbeeld een eengezinshuis ermee te bouwen. Men mag niet vergeten dat het materiaal door die vezels ook vrij elastisch is. En lichtgewicht plus elasticiteit zou ook betekenen dat het qua constructiemateriaal ook in gebieden geschikt is voor waar aardbevingen zich voordoen en zo. Beton is een fantastisch mooi materiaal, maar heeft zijn nadelen. Xyriton is ook een mooi materiaal, heeft ook zijn nadelen. Maar ik denk dat hybride constructies, beton met xyriton, heel veel nieuwe mogelijkheden zouden bieden.